We zijn eerst even in de kelders, dus dat vind ik echt heel erg. Goedemorgen, het is zondag. Ik heb gedoucht, ik heb net even mijn haar gewassen en mijn gezicht lekker dik ingesmeerd. Ik ga hem zo meteen opmaken. Sarah en Marco die zijn nog even bezig, laat ik ze ook zien. En we gaan straks naar opa. Dit was mijn oma's verjaardag. En mijn oma is over een maand 13 jaar overleden. Maar we gaan elk jaar op deze dag naar mijn opa. Meestal met mijn moeder en mijn broertje, maar die zijn allebei op vakantie. Dus ik ga samen met Sarah. Marco moet dadelijk ook even iets voor werk doen, dus die gaat niet mee. Sarah en Marco die zijn uitnodigingen weer verder aan het maken. We zijn bijna klaar. Ik ben bijna klaar. Jij bent gewoon een kaartje voor Noah aan het maken, hè? Wel heel lief. Ik vind hem heel mooi worden. Zo, we zitten in de auto. En ondanks dat buiten echt zulk lekker weer is, is het echt in de auto een sauna. Dus ik heb nog heel even de deur open. En als het dan even een graad afgekoeld is, dan kunnen we naar opa gaan. Ja. Zullen we bloemen kopen voor opa? Wil je bloemen kopen voor opa? Nou, dat vind ik een leuk idee. Zullen we dat dan nog even gaan doen? Ja, nou, we gaan dus even bloemen halen. Ga je uitzoeken? Oh, die zijn wel heel leuk, hè? Wil je die doen voor opa? We kunnen ook trots aan jus. Ja, zullen we even kijken wat er nog meer in zit? Die kassa nog? Bij de servicebalie. Ja. Netjes voorzichtig neerleggen. En dan kan je eventueel een lintje eraan vragen voor opa. Allebei één lintje? Ja hoor. We zijn er, alleen zijn eerst even in de kelders, dus dat vind ik echt heel erg. Maar opa heeft een kelder waar hij eigenlijk geen gebruik meer van maakt. En daar sla ik alle leuke tekeningen, knutselwerkjes, dat soort dingen van Sarah op. Dus als ik aankom en ik heb dingen, ga ik altijd eerst even de kelder in. Dan doe ik dat daar in de boxen. En dan gaan we naar boven. Je loopt steeds langzamer, vind je het zo spannend? Ja, ga maar. Het is niet eng, schat. Het is alleen maar niet mooi gemaakt. Het is gewoon beton. Nog één deur verder. Dan ga ik hem open doen, want ik heb de sleutel. Oh, dat gaat niet met de camera. In deze. In die. Die andere is de oude van vroeger. Ja, herinnert. Kijk, nou toch. Kijk, opa heeft vieze vingers. Mag jij ze even vasthouden dat ik mijn vingers even schoonmaak? Dat zal te buiten. Ik zit net met mijn hallo meisje. Hallo opa, ja hoor. Poging 2. Lieve opa, schone handen. Is dat voor mij? Ja. Ja, was helemaal je eigen idee. En die is van ons. En wat wilde je bij die zeggen? En deze is van opa en oma en oom. We hebben er twee gekocht. Kijk, ik heb twee. Ja. Dat is haar idee allemaal. Komt helemaal van haar. We hebben er twee gekocht. Hoe moet ik dat? Omdat opa en oma natuurlijk op vakantie zijn. Dus ja. En zijn ze allebei voor mij? Ja. Wat een verwennerij. Ja. Hé, dat is verwennerij. Jongen, ik denk dat toch iets. En je hebt nog iets voor opa. Waar is het? Heb je het gelegd daar ergens? Waar is die nou gebleven? Ik ben hem kwijt. Oh, op opa's stoel zie ik. En leg opa de bloemetjes. Ik doe de bloemetjes zo wel voor opa. Leg maar neer, opa. Ik zet ze zo voor je in vaas. Ga jij voor mij open, alsjeblieft?
Wij wouden heel veel. Nou, nee. Ik wilde er één voor in de lijst en een uitnodiging. En twee voor in het album. Wat is dat nou toch? Nee, die in, uit het, die gaat later in het album. Maar je hebt altijd één in de lijst en één de voorkant, één de achterkant. Dus je elke keer drie. En het lijstje, als er nou de volgend jaar komt, dan gaat hij uit het lijstje ook in het album. Oh echt, ja. Wat is dat nou? Met een uitnodiging weer. En waar is dat voor dan? Voor het feestje, voor dit feestje. Welk feestje? Dit feestje. Ieder feestje. Wat is dat voor een feestje? Eén feestje. Wat gebeurt er met dat feestje? Wat vieren we? Voor een feestje. En, wat, en ter ere waarvan is dat een feestje? Wat is er die dag dat we vieren? Nee, dat hou je toch niet voor mogelijk. Jawel. En word jij dan al, wat word je al 5 jaar, hè? 6. Wat? 6. Ja. Ik ben toch al. Dat wordt ze toch al groot. Ja, echt wel. Oh, heerlijk, hè. Wat doe je dat toch knap, meid? En als oma dan op de telefoon kijkt, dan ziet ze dat jij dat berichtje gestuurd hebt. Ja. Ja. Met foto's van jullie. Je maakt wel allemaal rare foto's, hoor. Dat is wel een leuk grapje voor oom. Dat is een grapje. Je bent een filmer. Ik heb een foto van ons maken. Dit is zo leuk. Mijn opa heeft een oud fotoalbum. Dit was mijn oma. Het is allemaal in de jaren 50 geweest. En mijn opa. En mijn oma was toen hypermodern. Want die had de eigen scooter met rijbewijs. Dit was zo'n snellere scooter. Dus moest... Sarah, wordt er gebeld? Wow, hij is Ben jij weer met opa's telefoon aan het bellen? Ook weer oma op de scooter. Ik vind het zo grappig allemaal om terug te zien. In ieder geval terug te zien. Ik bestond hier nog heel lang niet. Zelfs mijn moeder was nog niet eens geboren. We staan stil op de terugweg. Echt balen, want ik voel me zo verschrikkelijk niet lekker even op dit moment. En dan wil je zo graag naar huis en dan sta je stil. En ik wil op dit moment het liefst alleen maar in bed liggen. Maar helaas. Gewoon heel misselijk. Maar ja, Sarah was natuurlijk gisteren niet lekker opeens. En ja, daarna was het gewoon weg, dus... En ze had ook heel erg buikpijn en mijn buik voelt ook niet lekker. Dus ik heb het gevoel dat wat zij donderdagochtend en gisteren had, dat ik dat dus nu heb. Ja, ik had het donderdag. Ja, donderdagochtend had je net en dan gisteren op zaterdagavond opeens weer. En nu heb ik precies van dezelfde dingen last. Ook hele zware spieren. Voelde ik mijn buik, had er echt verschrikkelijk pijn. En toen voelde ik opeens in mijn keel dat ik het gevoel had dat ik moest spugen tussen. Ja. En ik had het gewoon gelijk. Ja, jij zei ook dat je spieren... stijf waren, zwaar waren. Dat heb ik ook echt met sturen, dat stuur. Maar goed, genoeg gezeur. Even wachten en dan nog een klein stukje naar huis. En als dit opschiet, ben ik over 10 minuten kwartiertje weer thuis. Ik kom nu gaan slapen. Ja, als ik nu ga slapen, Sarah, en ik moet rijden, dan ben ik helemaal niet meer wakker. Nu een soort van slapen. Nee, dat gaat nu werken. Ik vind het heel lief en je wil lief voor me zorgen, maar... dat gaat echt geen slim plan zijn. Oh, als ik mijn arm omhoog doe. Nou, genoeg gezeur. Goedemorgen. Gisteren heb ik volgens mij het laatste vlog dat ik in de auto zat. Toen ben ik naar huis gekomen. En ik voelde me echt steeds zieker. Toen ben ik op bed gaan liggen. Nou, vanaf dat moment ging het helemaal niet meer. Ik kreeg koorts. En op een gegeven moment zat ik echt richting de 41 graden. En nou ja, ik heb dus ook mijn camera niet meer gepakt. Dat ging gewoon echt niet. En vannacht ook heel slecht geslapen ervan. Maar uiteindelijk gelukkig wel in slaap gevallen. Maar ik heb dus de camera niet meer gepakt. Dus ik wil nog wel even de vlog afsluiten. En ik start wel een nieuwe en ik ga gewoon even kijken hoe dat gaat. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken.